beautiful day. En de zon is literally shining. And it feels good. And nobody can stop me. No. Ik moet weer af mijn pet even zo zitten, want anders komt die zon wel in mijn face. Maar in ieder geval, welkom bij een goed nieuwe boerderijvlog. Mijn naam zijn Marcus, oftewel Vlogmarcus. En ja, we gaan weer even wat kleine dingen laten zien wat hier op de Beukenhof is veranderd. Onder andere wil ik even meedelen. De varkens, die gaan volgens mij aankomende zondag weg of zo. Dus ik weet niet of ze buiten zijn. Nou, niet dat ik zie nu. En dan stinkt hij altijd. Maar ze zullen waarschijnlijk ergens gewoon binnen zijn. Maar ze zijn niet normaal groot, dat kan ik je wel vertellen. Maar ja, aangezien ze er dus niet zijn, kan ik ze niet laten zien. En ik kan ze ook niet lokken ofzo, wat ik al een paar keer heb geprobeerd, maar dat lukte niet echt. Dus, er zitten echt heel veel beesten bij je ofzo. In ieder geval, vies. Ja, in ieder geval gaan ze die aankomende zondag weg. De koeien weet ik niet. Ik denk niet dat, ja, op een gegeven moment gaan ze ook weg, maar ik weet niet of wanneer ze weggaan. En ja, dan gaan ze meteen weer naar de kast. Een beetje het normale rondje doen, zeg maar. Kijk, hier hebben we wat koetjes. Er staan er 2, if not 3. Maar dat wisten jullie al waarschijnlijk. Ze zijn lekker aan het eten. En hier staan ook nog 3. Kijk maar, hallo. Hallo. Tada. Mooie koetjes. 1, 2 en 3. Maar die staat met de kont naar me toe. Dus ik ga nu eerst naar de kas en dan zie ik je zo. Ik weet niet of jullie dit wisten, maar de kippenhokjesel is nu een stroopslag geworden en zo. Dus ja, hier staan geen kippen, maar die staan nu in de stal daar. We zijn dus hier in de opkweek. En hier staat niks. Er stond wel iets, maar niet nu. Hier staan tomaatjes, de moneymakers. Helemaal mooi. Hier zijn cherry tomaatjes. Hier zijn ook cherry tomaatjes. En nieuwe bordjes, wel leuk. Met allemaal verschillende kleurtjes. Dit zijn ook tomaten. Martina's. En dit zijn ook Martina's. Martina's is knolvenkool. Die had ik voor mij gedaan gisteren. Dit is peterselie. En hier is kropsla. Ook nog kropsla. En snijselderij en Batavia sla. Hier staat dille. Tada. Bloemkool. Tijm, oh, we gaan zelfs kruiden krijgen. Holy moly, tijm. Hier is nog, of ik weet niet. Blijkbaar spinazie, ik weet niet of deze, waar deze hoort. Maar dit is basilicum. Knolvenkool. En kropsla. En hier ook spinazie en rode bietjes. En ook rode bietjes. En ook rode bietjes. En groenselderij. Snijbiet. Rode biet. Dus ook rode biet. Allemaal rode biet, rode biet. Knolvenkool weer. En dit is weet ik niet. En hier staat veldsla, broccoli, veldsla, dit weet ik niet wat het is, Janis of zo, geen idee, zijn ook vast wel, zijn iets rode bietjes of zo, weet niet, oranjana, zijn ook bietjes, en paprika, mijn meest favoriete groente. Ik kan niet uittellen wat hier staat. Het zal wel. Dit is cherry tomaatjes. Harberno, geen idee. Hier staat niks. Zal ook wel. Dit zijn hoort bij elkaar.
En dan gaan we even naar het volgende stukje. Hier zijn wat bloemetjes. Lupine, goudsbloem, Afrikaantjes. Stokkelroos, cosmea. Zinnia of zo. Helemaal bloemen. En voor de rest staat er niet veel, zeg maar, in de opkweek. Maar in de kas wel, kan ik je vertellen. Hier staat bijvoorbeeld knoflook. Helemaal mooi. En hier ook nog een rijtje. Het is echt warm hier. Dit is raps en rucola. Dat is ook niet veel, maar komen zo meteen nog. Rode ui. En geel ui. En hier staat nog Batavia sla. Winterpostelijn hebben we heel veel. Spinazie, ja, redelijk, zeg maar, omdat de helft nu zo bijna weg is. Maar dat gooit weer opnieuw aan, denk ik. Veldsla. Tada. Hier ook nog. En hier komen wortels. En knofwinkel. Tada. Helemaal mooi. En daar hebben we nog sla. Tada. Sla. Wow. Kopsla en Batavia sla. Ook helemaal mooi. En hier hebben we dus nieuwe spinazie. Ook helemaal mooi. En dit is ook spinazie. Staat er niet heel duidelijk op, maar ook spinazie. En hier staat prei. Dus denk voor de stal. En hier staat ook nog koolrabi. En dit is spitskool. Dus ik weet niet waar ze die gaan laten, maar het zal wel. Hier staat ook nog een sla. Dat gaat nog, moet nog komen. En ook velsla. Tada. Hier staat nog niks. Hier de radijs, rucola en raapsteel. En hier nog een keer radijs, rucola en raapsteel. Dus twee bedden met rucola, raapsteel en radijs. En hier zat spitskool. Tada. En koolrabi. Tada. En broccoli. En hier komt nog bloemkool. Maar die is best wel groot zoals je ziet. Dus ja. En hier staat nog niks. Oké. Okay. En dan gaan we nu naar buiten. We open de deur. Zo. En nou hier de Brahma struik, waar nog geen Brahma, of wat zeg ik, de frambozen struik, waar nog niks aan zit. En hier staat dus, hier staat dus rabarber. Ta-da-ta-da-ta-da. En zoals ik een keer zei, is dat je rabarber gewoon kan laten staan, ook al gaat hij uiteindelijk maar dood. Moet je hem gewoon alsnog laten staan, want hij komt toch weer opnieuw op. Dus ik kan je gewoon heel het jaar laten staan en dan gooit er weer een nieuwe rabarber. Dus dat. Hier stond munt. Daar ook volgens mij. En daar staat nog bieslook. Of zo. Ik weet niet of daar veel van gebruikt wordt, maar dat maakt niet uit. En je ziet me niet, maar dat maakt ook niet uit. Daar staat nog snijbiet. Tada. Helemaal mooi. Hier is bemest. Kan je ook wel een beetje zien. Volgens mij hier ook, maar dat is wel een beetje verteerd toch zo. Het is iets verser. En dan lopen we gewoon een stukje door het gras of zo. Met een beetje wind. Want hier staan de polenpalen. Tada, de pultjes. Die staan hier. Hier staat nog niks. Hier ook nog niet. Maar als we een stukje doorlopen, dan komen we ze hier tegen. Maar ze zijn nog niet zo heel groot zoals je ziet. Maar ze worden uiteindelijk best wel groot. Dus
Ja, de pultjes. En hier staan tuinbonen. Die heb ik ook mee helpen, heb ik ook mee geholpen. De tuinbonen. Dat is ook best wel een rij. Dus ja, dat is ook best veel. Voor de rest staat er nog helemaal niks. Hier zo. Hier is ook een beetje bemest. En gaan we even naar het kolenveld kijken. Zo. Hier staat dan nog prei of zo. Zover er prei is. Of zo. En hier zijn wel wat dingen soort van veranderd. Dat zie ik. De mais is ook gewoon dood. Zoals je ziet. En de rode kool, ja, is ook niet. Is gewoon niks. Kijk. Nu hebben we gewoon weer een nieuwe kolenkerkhof. Yay! Ja. Zoals je ziet, allemaal dood. Bijna alles is gewoon weg, zeg maar. Ik zeg al bijna alles, want daar nog iets staat. Tadaa. Maar er is ook niet echt iets. Voor mij stonden hier witte. Of nee. Hier stond savoiekool, maar er zijn ook allemaal weg en zo. Palmkool, helemaal uitgeschoten. Kijk, dan komen gewoon bloemetjes aan. Helemaal mooi. Dit was palmkool. Boerenkool is ook een beetje, ja, half eraf en ook weer niet. Dus ik weet niet wat ze met de rest van de boerenkool gaan doen, maar ja, het is dus een nieuw kolenkerkhof. Yay! En hier dus de dode mais. Ja, ik weet niet wat ze hiermee gaan doen. En of we dan überhaupt nog nieuwe mais gaan zetten. Maar ik denk van niet. Dus ja, dit was de boerderijvlog, zeg maar. Ik hoop dat jullie dit weer hebben genoten. Vergeet niet te abonneren, een reactie achter te laten, te delen met vrienden. En een mooie blauwe duim te geven. En we zijn op weg naar de 600 abonnees, dus promote mij ofzo. Het zal wel vet zijn als we dit jaar de 600 abonnees halen. Moet vast lukken. Klik ook op het belletje naast de abonneerknop, want dan blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste video's. En zo ben je als eerste bij en zo mis je dus helemaal niks. En voeg me op social media, link daarvan is in de beschrijving. En in mijn banner. En ik hoop ook dat Doornemers Sport deze vlog leuk vond, want ik kijk meestal wel boerderijvlogs van mij. Dus ook een kijk ook even het kanaal van Doornemers Sport aan het einde van deze video. En dan kan ik aan het einde van deze video naar mijn merchandise en naar wat andere afspeellijsten kijken. En zoals je hoort ben ik nog niet helemaal beter. Ik heb nog een beetje een snotneus. Een soort van loopneus. En wel niet helemaal beter, maar ik hoop volgende week ietsje beter te zijn dan deze week. En ja, dan zie ik je graag bij de volgende vlog of video. Later.